Zo, het is het heeft COF. Het is de organisatie van Curaçao en ze zijn al jaren bezig hiermee. En sinds COVID, dus na een paar jaren sinds COVID, hebben we weer uitnodiging gehad om Suriname daar te vertegenwoordigen met de MMA-toernooi. En ik ga dan in de categorie catchway vechten tegen een jongen van Trinidad zelf. En ik ben al klaar voor. Catchweight, dat is een beetje gecombineerd gewicht. Suma Bemoro Hebi, you of Amang? Ik was zwaarder. Ik zou eerst in mijn 70 zo vechten, maar die man was te licht. Dus ik ga naar 68 en dan moet die man naar boven komen. Oké, vertel me een beetje over jezelf. Vertel me een beetje over je achtergrond. Saidu Alamalakba Gimatori. Oké, Ik ben judoka, worstelaar. Ik doe aan grappling, taekwondo, kickboxing en worstelen. Dus alles in één is gewoon MMA. Dus dat is mijn basis. Dus ik train gewoon dagelijks. Doe ik gewoon MMA striking. Dus ik train gewoon van maandag tot en met vrijdag. Doe ik gewoon striking en ground game. En daarna in het weekend doe ik gewoon worstelen. Dus ik ben gewoon fit. Ik doe alles gewoon. En daarna spaar ik ook na elke training. Vertel me over je voorgaande gevechten. En heb je al inmiddels gevochten en hoe ging dat? Mijn voorgaande partij was hier in Suriname, Homegrown 2. En dat was wel goed gegaan. Dus het was gewoon een beetje vliegles geven. Ja, dus een beetje van hier en daar een beetje vliegles geven aan die mannen. Dus. En dat ben ik weer van plan te doen. Oké, vertel me. Je zegt dat Suriname is uitgenodigd om weer deel te nemen aan dit MMA-evenement. Wie van Suriname gaat allemaal? Ik ben de enigste die gaat. Oké, wie is je trainer? Vertel me een beetje over je team. Dat is papa Shek. Shekil van Sichem, Kukumats. Ja. Hij is mijn hoofdtrainer en ik heb ook opa Gino, Kroet Gino Koenar, als mijn striking coach. En Shekil bepaalt alles. Hij is dan mijn hoofdcoach en Kroet Gino is mijn tweede coach. En ze doen alles voor me, dus we maken samen een gameplanning en dan gaan we daaraan werken. Wat weet je van je tegenstander op dit moment? Hij heeft nog nooit MMA gevochten. Maar ik ben wel gaan onderzoeken, dus ik zag wel dat hij een paar jaren terug boksen deed. Maar ik heb geen enkele partij van hem gezien, dus ik heb begrepen van die man is 0-0. En ik zeg ook van hij gaat me KO geven of submission, maar bij zijn school zie ik ook dat hij nooit jiu-jitsu heeft gedaan. Dus ik ben al klaar voor, ik hou van mijn jiu-jitsu, ik hou van mijn ground game. Dus als hij daarmee wil komen ben ik altijd ready voor.